Ik ben Suzanne Haag. Ik ben keramiste. En ik ben pakweg 25 jaar bezig in de keramiek. Ik heb daarvan die 25 jaar pakweg 10 jaar geëxperimenteerd met allerlei technieken. En dat is tenslotte uitgekomen op dit werk. En dit is dus mijn, wat ze noemen, mijn signatuur. Je herkent het zwart-wit geometrische werk, dus een echte Haag. En hoe ik krijg altijd op markten krijg ik de vraag, hoe krijg je dat op die pot? En komt het altijd uit? En ik zal u straks laten zien hoe dat dan op die pot gezet wordt. En ook dat het geen enkele moeite is om het altijd uit te laten komen. Het spannende van dit motief is, speciaal op de ronde vorm, is de dynamiek en het gezichtsbedrog. Het zijn gewoon cirkeltjes met 3 gelijkbenige ruiten die samen het beeld vormen van een kubus. En het ligt hier op deze ronde vorm alsof het inderdaad kubusjes zijn. Dit is mijn ultieme motief. Ik heb hier een motief met een driehoekje. Als je daar tussen je wimpers doorkijkt en naar die hulplijnen, die verticale lijnen, dan ontstaan een soort van spelonkjes. Dit motief, ik noem dit mijn visgaatmotief, dat geeft een golvend effect op de pot. En dit is dus mijn lieveling met het kubusmotief. En ik maak daar gebruik van hulplijnen, de verticale lijnen en 1 horizontale lijn om dit motief op de pot te zetten met behulp van een passer. En elk lijntje is dus met het handje neergezet. Ik heb een hulplijntje nodig om straks de verdeling op de buik te zetten. En dat hulplijntje dat zet ik er als volgt op. Ik zet de pot op zijn kop op deze draaischijf. En dan hou ik het potlood er tegenaan. En dat is mijn hulplijntje waar ik straks de verdeling op zet. Samen met de verdeling op de hals. Ik heb dus net een hulplijntje op de draaitafel gezet op de buik van deze vorm. En nu ga ik de verdeling op de hals en op de buik op dat hulplijntje zetten. Een verdeling van 48 om mij straks te helpen met het opbrengen van het motief. En nu ga ik zet ik hem op zijn kop op deze schabloon. Ervan uitgaande dat de hals recht is tot en met de buik. En daarboven is dus schuin, want ik wil zo'n pot scheef laten staan en niet rechtop. En nu kan ik dus met behulp van deze schabloon de verdeling van die 48 diagonalen overbrengen op de pot, op de hals van de pot. En dat doe ik meestal rondom de hals en daarna rondom de buik. Maar in 1 ding moet ik voorzichtig zijn, namelijk dat ik weet welk punt op de hals correspondeert met het punt op de buik. Dus ik zet nu vervolgens, zet ik deze diagonaal, zet ik ook op de buik. En dan weet ik, daar moet ik zijn voor de buik. En die 2 lijnen moet ik straks met verbinden en dan volgt de rest vanzelf. Dus hier gaat ook een kruisje. Zo. En die 2 lijntjes corresponderen met elkaar. Hier is ook een kruisje. Zo. En dan kan ik nu dus verder gaan met rondom de lijntjes op de hals te zetten. Nu ga ik dus die punten van de hals verbinden met de punten op de buik. En begin dan met die 2 kruisjes die ik gezet heb. Want ik weet zeker dat die bij elkaar passen en vandaar kan ik verder gaan. Dus, en dat is nog best lastig. Ik gebruik daarvoor een soepel lineaal. Dit komt uit een kraag van een mannenhemd. En zet dan vervolgens dit neer.
Lastig. Maar zo moet het ongeveer. En daar zie je dus mijn trilhandje, zie je? Ik ga van die uit. Oeps. Zie je? En die bovenkant die teken ik er strakjes losjes bij. Dat is allemaal niet zo spannend. Alright, nou dit is de schabloon waar ik gebruik van maak. Dit is precies een van de ruiten waar een kubus uit is samengesteld. En die zet ik op de hulplijn. Samen met die verticale lijn. Zet ik dus al die lijntjes. En dan daarmee let ik op dat dit lijntje op die hulplijn is. En die andere lijnen ongeveer parallel lopen. En dat ik dus met een potlood dat kan zetten enzovoort. Dus nu heb ik net op die buik die ruit die kubus gezet. Dat vervolg ik dus naar de hals toe voor al die andere kubus. En hetzelfde doe ik naar de buik toe, naar de bodem toe. Alleen daar moet ik dus eigenlijk eerst hier die verdeling afmaken. Ik had ze dus die lijnen nog niet doorgetrokken naar de bodem. En als ik dat gedaan heb, dan kan ik op dezelfde manier kan ik naar de bodem toe werken. En dan ga ik dus weer. Dan pak ik bijvoorbeeld hier, zie je duidelijk een verschil. Dat zo'n kubus komt over een ronding te liggen, met het gevolg dat niet al die diagonalen gelijk van lengte zijn. Dus als ik hier ga staan en ik maak hier neem hier de afstand, dan is dat niet dezelfde afstand als daar. Ik moet hem een beetje indikken, dat zie je wel. En dat doe ik op gevoel. Dat doe ik ook lang niet altijd even goed hoor. Maar goed, het voor het zicht is dat allemaal. Voor het geheel maakt het niet zoveel uit of dat nou op de millimeter klopt. Ik heb hier dus al wat van een deel van die pot geglazuurd. Je ziet dat ik voor het aanduiden van een kubus moet ik drie ruiten onderscheiden. En daarvoor glazuur ik één ruit rondom. En één ruit met streepjes. En de andere ruit laat ik ongeglazuurd. Want in het raku-stookproces blakert alles zwart wat niet geglazuurd is. En dat is mijn tweede kleur. Nou, het glazuren van die getekende, met potlood getekende motieven, dat doe ik die uit de hand. Dat wil zeggen, ik vul dus de ruit op met glazuur en ik teken de strepen uit de hand. Maar omdat ik dus een trilhandje heb, moet ik dat toch die hand wel steunen. En je ziet, ik steun en ik weet ook niet of dit goed gaat. Maar het is ook niet echt een fijne plek. Kijk, dit is een fijne plek daarboven op die rand. Dus ik zal, en dan teken ik die buitenste lijnen eerst. En daartussen voeg ik. Het lijkt allemaal verschrikkelijk omslachtig, jongens, maar het valt wel mee hoor. Gaat dus niet in één keer rats. Het moet ook weer niet te veel, niet te dik. Enfin, dat is allemaal een kwestie van ervaring. En als er al wat op staat, dan hecht het zich makkelijker door nog een keer eroverheen te gaan. Zo. Klaar. Valt best mee. Het lastige van dat opbrengen van dit motief op die ronde vorm is natuurlijk die ronding. En zolang die ronding zo ongeveer plat is, zoals dit gedeelte wat al geglazuurd is, en dit gedeelte ook. Maar dit, wat dus als je hem op de tafel zet, verticaal is, dat is dus opgelost door hem op dit apparaat te zetten. En daarmee heb ik dus een horizontaal deel gecreëerd, wat normaal verticaal zou zetten. En dat geeft mij dus de gelegenheid om dit gedeelte mooi te glazuren. En daar ga ik weer door op datzelfde punt. Dan glazuur ik hem, wacht even.
Oké. En dan zie ik dus mijn hand hou ik weer vast vanwege mijn trilhandje. En dan ga ik dus in de hoekjes. Je ziet, het is heel erg arbeidsintensief. Al die driehoekjes moeten worden ingevuld. Al die ruitjes moeten worden ingevuld. Zo, en dunne plekjes denk je even opvullen. Klaar. En als ik nou een foutje maak, dan kan ik dat met een mesje makkelijk corrigeren. En dit is zo'n mesje. Dan kan ik daar een beetje, als ik denk, nou dat puntje, dan kan ik dat even wegkrabben. Dat gaat heel goed. Nou, dit is dus ongeveer het eindresultaat. Maar voordat ik dit in mijn handen kan nemen, zo mooi, met zo'n mooi zwart-wit effect, moet ik het dus eerst raku stoken. En raku stoken betekent dat het in een gas overgaat, in een oliedrum. En in die oliedrum kan ik ongeveer 2 van zulke potten kwijt. Nog niet eens helemaal, maar in elk geval wel zo'n pot met bijvoorbeeld zo'n doos en nog wat kleiner spul eromheen. En om mij dus voor te bereiden voor een dag stoken, heb ik dus een stuk of 10 van zulke objecten nodig. En je hebt gezien hoe gecompliceerd dat is om dat te decoreren. Dus daar ben ik wel even mee bezig. Nou, en dan maak ik dankbaar gebruik van het effect van raku stoken. Dat alles wat niet geglazuurd is in de raku oven na het stoken zwart blakert. Je stookt met gas. Op 1000 graden gaat het gas uit. De pot gaat haal je met een tang uit die gloeiend hete oven. En vervolgens stop je die pot in een vat met zaagsel wat onmiddellijk gaat vlammen. En als het goed vlamt, doe je de deksel op die ketel. En dan zoekt de vlam naar zuurstof in het glazuur en in de scherf, in de klei. En dat blakert, dan krijg je een zuurstofloze omgeving met heel veel roet. En dat blakert alles zwart wat niet geglazuurd is. En dan vervolgens moet je die pot flink gaan poetsen, want dat roet slaat ook op het glazuur. En als die dan gepoetst is, dan komt hij er zo uit. En dit is het eindresultaat.